Yo, ik ben Monia van Stichting Stad en vandaag gaan we naar Momo het Boezea van Stichting Observatoire. Kijk wat hij doet, gaan we hem even interviewen en check hoe het allemaal loopt. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Boezea, ik ben Monia van Stichting Stad. Meneer Boezea, ik heb een aantal vragen voor u. Wat is Observatoire voor Stichting? Stichting Observatoire is in het leven geroepen door twee journalisten van Marokkaanse afkomst. Waaronder ik en een collega. Wij hebben samen jaren bij de publieke omroep gewerkt. Op een gegeven moment hebben we gedacht, nou, we kunnen beter ook een stichting gaan oprichten. Zodat wij veel kunnen betekenen voor de jongeren. Met name Noord-Afrikaanse jongeren. Wat wij doen eigenlijk alles wat te maken heeft met literatuur. Dus boeken uitbrengen en allerlei projecten die te maken hebben met de media. Waar kunnen die jongeren zich inschrijven voor die workshop? Op onze site, observatoire.nl, kunnen mensen zich inschrijven. En we hebben ook flyers gemaakt, zoals deze. Ze kunnen de achterkant invullen en dan inleveren bij ons. Deze flyers staan ook overal hier in Haarlem eigenlijk. Maar ze staan ook op onze site. Je kunt het gewoon downloaden, invullen en opsturen naar ons toe. En de workshops vinden plaats in de weekenden, bijvoorbeeld bij de KAS, waar de oude vormer voor stond, of op scholen door de week. Wat is de oorzaak dat deze jongeren verkeerd in de media staan, denkt u? Jongeren denken vaak dat ze eigenlijk negatief in de media komen. Dat klopt ook wel een beetje. Maar media hebben totaal geen idee hoe het komt. Ze weten niet hoe een redacteur of een verslaggever of een journalist het item of het onderwerp naar buiten brengt. Dus daarom lijkt het ons belangrijk dat de jongeren een idee krijgen van ja, hoe gaat zoiets in zijn werk? Hoe wordt nieuws gemaakt? Want als ze iets bijvoorbeeld over Marokkaanse jongeren, ze iets lezen over Marokkaanse jongeren, dan krijg je vaak te horen zien, ze willen ons alleen maar zwart maken. Maar ze weten niet dat degene die het nieuws heeft gemaakt, is ook een mens. Alleen hij wil het nieuws zo overbrengen, ja, dat het interessant zal zijn, ja, voor de doelgroep. Ik heb hier het boek De Vergeten Geschiedenis van het Marokkaanse Rif heb ik voor me. Het is een boek van jouw initiatief, door uw stichting. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, oké. Het boek is geschreven door mijn collega Mustafa Arab. Die was eerst uitgebreid in het Arabisch in Marokko. En de informatie die erin stond was zo belangrijk, toen hebben wij gedacht, waarom gaan wij dit niet vertalen naar het Nederlands, zodat de Marokkanen die hier wonen, die geen Arabisch machtig zijn, het kunnen gaan lezen. Dus die hebben wij in 2008 uitgebracht, we hebben het zelf vertaald, alles uit onze eigen zakken betaald, geen 1 euro subsidie gevraagd. En dit verkopen wij nu aan mensen die interesse hebben in de geschiedenis van het Marokkaanse Rif. Wat verwachten jullie van de jongeren? Wij verwachten van de jongeren dat ze eigenlijk meedoen. Dus mensen of jongeren die interesse hebben, het maakt niet uit waar ze vandaan komen. Want ik had net Marokkaanse jongeren genoemd, maar bijvoorbeeld in dit project heeft ook te maken met Nederlandse jongeren, Turkse jongeren, Marokkaanse, Italiaanse. Alle soorten jongeren. Dat ze actief mee gaan doen in de samenleving. Dat is wat wij eigenlijk willen doen. Yo, we zijn net bij je moment Boezea gegaan. Tof kerel. We hebben van hem een flyer gehad over zijn nieuw project. Ik krijg later informatie over. En we hebben, wat hebben we nog meer gehad? Een boekje. Een boekje over Marokkaanse geschiedenis. Over het Marokkaanse Rifgebergte. En peace out, tot de volgende keer.